Er komen steeds meer met oplossingen over hotlines voor zelfdodingen ook. Lokaal zullen mensen zich wat sneller naar groepen voelen om daarheen te bellen in plaats van iets nationaals. Op deze manier proberen we ze zeker te... Sluit je ogen. Oké. Okay. Ja? Mag ik ogen roepen? Zeker. Ah, wat lief. Waarom? Dan hoef je me nooit te vergeten. Ik zou je sowieso toch nooit vergeten? Zou ik hem als bij hond doen? Ja. Gefeliciteerd Sam Hofstede. U bent als een van de gelukkigen geselecteerd voor Last Call. Wij bieden u de kans om nog een laatste keer met uw overleden geliefde te praten. Met ons nieuwe systeem garanderen wij dat wij hiermee een einde aan het rouwproces kunnen maken. Wij wensen u een fijne en unieke ervaring toe en onthoud dat u een van de gelukkigen bent. Kies nummer 1 voor ja. Of nummer 2 voor nee. Fijn. Aan het gesprek zitten 15 voorwaarden vast. Voorwaarde 1. Het gesprek duurt maximaal 1 minuut. Gaat u hiermee akkoord? Voorwaarde 2. U mag naar 1 persoon bellen. Voorwaarde 3. Het is niet... Als laatste voorwaarde is de consequentie. U wordt nu doorverbonden. Sam. Noah? Waarom? Tuurlijk, ik ben jou ook. Het is niet jouw schuld, het is niemands schuld. Ik zag gewoon geen andere manier. Ik respecteer je beslissing, maar... Ik accepteer hem niet.
Noah. Ik accepteer hem gewoon niet. Sorry, ik moest het mij herinneren. De ketting is... Uw belminuten zijn op. We hopen dat u een fijne ervaring heeft gehad met Last Call. Noah? U bent akkoord gegaan met de consequentie dat al uw herinneringen met de gebelde persoon worden verwijderd. Wij wensen u nog een fijne dag.